Okie dokie. Daily challenge tijd. We zullen het gaan zien wat we allemaal voorgeschoteld krijgen vandaag. En misschien moet ik me beseffen dat een duty free, dat dat op de grens is. Of ergens in een grensgebied. Net zoals in supermarkten en dergelijke. Sorry voor het sniffelen, dat was niet de bedoeling. Laten we maar gewoon focussen op deze locatie. Dit is of Schotland of Ierland. En ik hoop eigenlijk, dat is wit. En, die bomen zo. Dat is geel. Dus het zou Engeland kunnen zijn. Engeland zijn, dus het zou Schotland kunnen zijn. Dan vraag ik me alleen af of dit misschien op de Shetland-eilanden is. Of dat dit gewoon heel erg hoog in Schotland is. Ik ga bewust deze kant op, omdat ik nou, toen ik omgedraaid was, zag dat er heel veel meer huizen deze kant op stonden. En dan hoop ik dat deze, Lost Valley, Strand House, Broadband Internet, Midwestnet, yes, laten we kijken of we deze kunnen zien. Misschien dat dat helpt. Oh, dat is een blind, nee, dat is geen blind. Nee, dat zal wel gewoon Westnet zijn. .ie. Ik zie nou pas dat .ie staan. Dus dat is iemand is het, inderdaad. Dat is het. Nee, wacht. Jawel. .ie is. Nou begin ik gewoon aan mezelf te twijfelen. Nou, met name gewoon puur meer omdat ik zat te denken aan maar dat is dit niet. Aan de Isle of Man, maar dat kijk, want dat is de ding, hè. Dat is aan de oostkant, ja, dus ik moet hem waarschijnlijk wel ietsje meer richting deze kant opzetten, zou ik zeggen. Hoe ver zal ik? 94 kilometer. Redelijk. Ik ben al blij dat ik dat punt IE zag, want ik was hem echt van plan om hem in dingen te gooien. Om in, Schotland ooit. Dit is trouwens Wakani. En een airport, dus zou al wel iets met 28. Wacht even. Yes, hier. Haha. 2.38. Ik ben zo blij dat ik die 2.44 pas geleden opgezocht heb. Wakani. Hopla. Ah, dat weet ik alleen omdat ik de vorige keer dat we, hoe heet het? Dat we zochten naar dingen. Naar een wegnummer dat ik die 2.44 en dan was ik zo van overtuigd dat het hier was dat ik al die wegen heb opgezocht langs de kust. En die 2.38, dat was de laatste die ik toen gezien heb. Oh, geweldig. Ik zal eens kijken of we dit post office kunnen zien. Ik weet niet. Ik denk niet dat dit. Misschien trouwens wel. Even kijken, post office. Wakani, Tomiso, post office. Dus even kijken of we ook kunnen uitvogelen wat wellicht Wakani is. Deze? Is dit Wakani dan? Ik denk het wel, oké.
Eens even kijken. Dit is een strand. Dit is iets. Ik weet niet wat. Maar goed, we gaan gewoon deze kant op. Cape Soya. Zou je denken, Soya Historic Road, dat het hier is, wellicht? Dit lijkt mijn... Nou, dit ja. Toen deed dit waarschijnlijk niet omdat ik, weet het, nog in die kaart zat. We zullen eens kijken of we iets kunnen vinden hier van een... Staat daar iets op? Ik heb nog wel 26 seconden, maar dat maakt op zich niet zo uit. De Noorden... Cape Soya... Hoka... Ja, nou, dat is wel een bevestiging dat het inderdaad hier is, 100%. Voor zover dat dat nog niet duidelijk was. Hij wil niet verder. Kom op, is het blinde vlek zeker? Ja, dat is een blinde vlek. Maar goed, ik zit dichtbij genoeg, zal het zo zeggen. 7.9, het was zelfs nog ietsje verder noordelijker. Ik ben zo slecht in het inschatten van... Oeps. Oh mijn god, alsjeblieft. Nee! Hallo, muis? Wat fuck? Ja, dat zegt me heel weinig. Laten we hopen dat iemand het behulpzaam is. Natuurlijk is het een blinde vlek. Nee, dat is niet. Ik ben eerlijk, ik kan niet aan zo'n bord zien of dit Brazilië is of niet. En mijn kennis voor tussen Portugees en dergelijke is ook wel iets te miniem om daar inderdaad iets over te zeggen. Al zou ik, als ik dit zie, zeggen dat het inderdaad Portugees is en dat dit Brazilië is. Maar dat is puur gebaseerd op dat die lijntjes golfjes moeten voorstellen. Dus. Het is twijfelachtig, zullen we maar zeggen. Het is heel twijfelachtig. Zelfs dan is het nog maar de vraag van... Ah, als het Brazilië is... Waar in Brazilië gaat dit zijn? Want zoals we gisteren gezien hebben... Brazilië is een groot land. Je kunt er ontzettend naast zitten. Dat is zo fijn wanneer er een blinde vlek komt huis. Volgens mij betekent dat dat je minder snel moet rijden hier. Maar goed, dat maakt voor ons niks uit. Dus. Excuus. Wat gaat dit zijn? Dit gaat... Ik heb totaal geen idee zijn. Ja, dat is eigenlijk... Dit is eigenlijk wel... Is dat een bevestiging? Is dat de bevestiging die ik zocht? Nee, eigenlijk niet. Maar goed. Ik hoop eigenlijk, maar hij gaat echt heel traag vooruit... Helaas, was het wel Brazilië? Ja, zo zien we wel. Hallo? Hij is echt... Ik weet niet wat er aan de hand is, maar goed, ja. Dit was inderdaad Brazilië. Gelukkig. Dit is... Trouwens, dat ga ik niet zeggen, want ik zie dat dit gewoon... een oudere stad in Brazilië is. Nee, dit is in Europa.
Wat is goed rondkijken voordat we gaan beslissen van hé, hey, dit is deze stad of wat dan ook. Wit aan de voorkant, wit aan de achterkant. Ik zie daar een bord staan. Dan hoop ik allicht dat. Dit. Zijn dat verkeersborden? Dat zijn verkeersborden. Dat is heel positief. Ik hoop te eigenlijk. Dat hier op een URL zou staan. Misschien staat dat ook wel, maar dan kan ik hem gewoon net niet zien. Maar goed, we gaan verder, we gaan verder, we gaan verder. SZ, dat zou op Tsjechië duiden. Natuurlijk is het een bus. En een bus heeft vrij weinig. Zekerheid dat het per definitie dat land is, zeg maar. Even kijken nog. Het is niet onmogelijk, hoor. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Ja, dat was nog een CZ aan de muur zelfs. Dus. En gezien dat dit een grote stad is, is Praag dan het eerste wat in me opspringt. Zitkovic. Laten we eerst sowieso eerst even Tsjechië opzoeken. We gooien hem alvast in Praag, maar ik ben er niet 100% van overtuigd dat dit per definitie Praag is. Al is het alleen maar om. Het zou bijvoorbeeld wel Brno kunnen zijn. Hudasovic. Waar is Brno gebleven daar? Ik weet dus niet of dit nou een wijk vereist. Het was wel Praag. Het was wel Praag. Oké, okay, top. Dit lijkt me dan weer Dubai te zijn. Ik zeg dat met name omdat. Hoe heet het? Never mind. omdat ik weet dat geocacher ook wel locaties in Jordanië en et cetera zo heeft. Maar, oh wauw, kan ik gewoon niet verder dan deze paar honderd meter? Of deze paar meter, dus het is niet eens 100, maar goed. Oh, dat is lastig. Maar ik weet niet welk gebouw dit is. Ik weet niet hoe dat heet. Nou ja, weet je, één voordeel. Het feit dat het Dubai is, betekent dat het allemaal gelukkig in zoverre dicht bij elkaar zit dat het sowieso veel punten is. Kijken of we deze kunnen vinden. Ik denk dat dit of een bedrijf of een ding is. Wat is dit? Ik kan het net niet lezen. Chumera. Dit is Chumera. Dit is Chumera Park. Dit is. Ja. Laten we in eerste instantie even hier wegzetten. Wat was dit? Emirates NBD. Dus, even kijken, dit is inderdaad een dubbele weg. Zijn we dat dit alles zou
kunnen zijn. Dat niet, denk ik. Het is maar een simpel zijweggetje, zeg maar. Het is niet zoiets met heel veel drukte. Ik denk dat ik zelfs beter nog zoiets kan gaan zoeken. Even kijken, ik zoek eigenlijk. Welke kant is het op de noorden toe? Ja, op een of andere manier kom ik toch iedere keer hieruit, maar ik denk niet dat dit goed is. 11 kilometer. Oh wauw, het was echt 10.000 keer verder noordelijk. Ja, 11 kilometer, niet 10.000, dat is een beetje overdreven. Dat was het. Jezus, dat was eigenlijk wel. Het is eigenlijk wel een goede score, zelfs met die van Brazilië ertussendoor. Jezus. Zo high score. Ja, want ja, maar in Brazilië was. Wat was het? 3000 nog wat. Ja, dat heb ik ook echt zomaar ergens smacked up in de middelweg gezet. 64ste. Ja, nou ja, dat was goed. Goeie ronde, ik bedoel. Ik heb ook wel redelijk mazzel gehad met de locaties. Ik bedoel, Tsjechië, nou ja, ben voor Praag gegaan. Praag was de hoogste locatie. Dubai is natuurlijk altijd dichtbij. Japan. Ik heb zoveel mazzel gehad dat ik wist waar die 238 was. Anders was ik waarschijnlijk daar nog aan het zoeken geweest. Nou nee, want ik had dan. Waarschijnlijk had ik dat Hokkaido wel. Of dat. Jezus, hoe heet dat nou ook weer? Ook een ander, toch? Scroll, scroll. Ja, Hokkaido, sorry. Hokkaido. Had ik waarschijnlijk wel gezien, dan had ik ook wel geweten. In ieder geval welk eiland ik het moest zoeken. En Ierland, ja, het was aan de kust. Dus, ja, hè. Maar goed. Dat was hem voor vandaag. En dan zeg ik, tot morgen.